Katwijk moest vorige week voor het eerst sinds eind december afstand doen van de koppositie. En dat deed pijn in het oranje-zwarte gedeelte van Katwijk. De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Steven Sanchez Angulo. Is hier dichtbij zijn vierde treffer van het seizoen. Maar zijn vizier staat nog niet op scherp in de beginfase. Suzanne. Blijft de bal hangen, komt voor de voeten van Plat. Dat moet de 1-0 zijn. Maar de kans wordt om zeep geholpen. Zou dat dan toch de spanning zijn die Katwijk misschien wel parten gaat spelen? Hier had de eerste treffer van de middag moeten vallen. Sanchez Angulo. Bal richting Suzanne. Moet het duel aangaan met Doeman Steinman. En die laatste komt als winnaar uit de bus. Veel personele problemen ook bij Katwijk. Daardoor zit zelfs assistenttrainer Dick Kooijman op de bank. 43 jaar. Hij gaat volgend seizoen Katwijk verlaten. Hij wordt hoofdtrainer bij Feyenoord. Katwijk nu slordig. Met Fauci. Dat geeft wat ruimte voor Stedoco. Voorzet van Delderen. Komt op het hoofd van Fauci. Maar de topscorer van Stedoco krijgt de bal niet op het doel van Karoglu. Dan komt Katwijk hier goed weg. Steinman. Van Delderen die door kan koppen. Tokol die daar goed wegloopt. 1-1 met Karoglu. En de doelman blijft lang staan. En kan met zijn voet redding brengen. Blijft de bal wel hangen. Maar ook de tweede bal is voor Atam Karoglu. En zo is het halverwege de wedstrijd nog altijd 0-0. Katwijk is de best scorende uitploeg met 27 punten uit 14 wedstrijden. Maar voorlopig nog altijd die vreselijke 0-0 op het scorebord. Goeie bal van Suzanne richting Sanchez Angulo. Om de doelman heen. Aan de verkeerde kant van de paal tegen het net. Handy. Met zijn linker. Dat heeft niet de voorkeur. Nou, krijgt de bal dan terug. Misschien dan nog eens een keer met rechts proberen. Dat is een stuk beter richting Suzanne. Die komt dan net tekort. Maar wel de druk van Katwijk. Voorzet richting de tweede paal. Voor de voeten van Sanchez Angulo met een mazzeltje dan. En de onderkant van de lat. Eindelijk de 1-0 voor Katwijk. En ook voor Sanchez Angulo dan eindelijk wel zijn vierde doelpunt van het seizoen. En incasseert Stedoco de 70ste tegengoal van dit seizoen. Maar achter het doel is het groot feest. Daar staan namelijk de Katwijk supporters. DL. Steinman met moeite. Jongenelen net niet. En weer Steinman. Binnen korte tijd bijna een verdubbeling van de scorer voor Katwijk. Het blijft spannend met die 1-0 voorsprong. Hoekschop van Plat. Wordt ingekopt. En Steinman in tweede instantie kan hij de bal van Stefan Stam van de lijn afhalen. Virgil Breedveld, de trainer van Stedoco, voelt dat er misschien nog wel wat mogelijk is voor zijn ploeg. Kunnen de punten goed gebruiken in strijd tegen degradatie. Overtreding gemaakt tegen de Lange. Niet gezien door scheidsrechter Roeleveld. En dan de counter van Stedoco. Met Toku. Fauci met de ruimte om te schieten misschien. Daar komt de bal dan ook. En net naast het doel van Karoglu. Gaat Stam nog even verhaal halen van had je de bal niet over de zijlijn moeten schieten voor een blessurebehandeling. Maar Fauci denkt ook, ja, we kunnen de punten zo goed gebruiken. Aanval van Katwijk. Met de Lange. En de voorzet voor de voeten van Jongenelen. Dit moet de 2-0 zijn. Dit is de 2-0. En lijkt het dan toch dat Jeffrey Jongenelen de wedstrijd dan gaat beslissen. Heeft alle tijd om de bal aan te nemen en de hoek uit te zoeken. Hij schiet de bal snoeihard in de touwen. 9e goal van Jeffrey Jongenelen van dit seizoen. En gaat Katwijk hier 3 heel belangrijke punten halen in strijd om het kampioenschap in de topklasse. Of wordt het nog 3-0? Sanchez Angulo, knappe beweging. Oh, zonde zeg. Die bal van Sanchez Angulo had meer verdiend. Steinman. Heeft daar dan heel veel tijd nodig. En verspeelt de bal aan Olstorren. Die heeft de hoek dan misschien voor het uitzoeken. Zijn schot komt dan net tekort.
En gaat er dan niet in. Maar het allerbelangrijkste voor Katwijk is dat zij vandaag op bezoek bij Stedokom met 2-0 winnen. En je ziet de opluchting ook bij trainer Dick Schreuder. En het feest kan gevierd worden. Want de drie punten gaan mee terug naar Katwijk.